Maar ik zal het toch wel zeggen. Het is die triomfmars uit de Aida. Wat ik nu verder voor je aan het doen, is eigenlijk u amuseren met de mooiste muziek die ooit geschreven was. En daarom doen we nu, is heel simpel. En ik zal moeten spreken. Ik ben iemand te spreken, dus ik moet het afvragen. Dan gaan we weer. De lichte cavalerie spreken. Van Frans van Schoen. Thank you.
Oh,
Precies, ja. Thank you.
Dames en heren, vanavond is zo wels. Het is een prachtige wels. Krijgt u eventjes de tijd om de benen te strekken. Gelaten af te zakken. Rustig op je stoel gaan te liggen. Een sleur op een print of een koffie. En laat deze muziek tot je komen. Neil Hefti is een van de beroemdste jazzcomponisten. Maar van dat soort muziek, daar kan deze het geheim van. Dus gewoon de noot, die ene noot, juist op de juiste plaats. En dit nummer, ik ga weer een plezier doen, want ik heb het niet vandaag geleerd. Dit nummer heet Lil Darling. Lil Darling. Thank you.
and I'm very welcome to look at both the motion machine and the answer box. Dit is een stukje uit dat radiata van Weber. Het is de eerste keer dat we dat spelen in deze constellatie, dat zeg ik in deze samenstelling. De allereerste keer, dus we gaan synchroniseren, bereik wat er gebeurt, moet jullie doen. Van mij moet dus andere dingen wat je kent dan. Het heeft een moeder gedaan, in deze niet. Maar als je hoort, weet iedereen wat hij moet zeggen. La 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 la. Bijzonder aan de duurzaamheid van deze.
becomes indefatigable. Love our history. Thank you.
Award voor dit fantastische concert, voor deze fantastische afsluiter. Wat houden wij van die warme wall of sound van de Brass Band? En dat heeft helemaal niks met de kwaliteit van de voorgaande harmonieën te maken, maar het is gewoon een unieke klank die warmte geeft, warmte brengt hier in deze ruimte, waar het dan ook nog, ondanks het feit dat het sport dan is, ook nog mooi klinkt. Fantastisch klinkt zelfs. Bedankt nogmaals en we zien elkaar zeker terug een van de komende jaren. En een broertje voor Dirigent Leon de Tree, geschokken door Bloemke Pluk. Alsjeblieft.